mensen van de Vlaamse Wielerbond, nodig van mij part de stad geven. Veel succes mannen. Hou er een beetje voorzichtig dat de beste mogen winnen vandaag. Daar gaan ze dan. Hun wedstrijd. Ja. 52 kilometer. 12 ronden, dacht ik. Links afgescheiden en dan zie ik het stuk of 7. Het peloton is echt verbrokkeld, dan wordt serieus doorgeknopt. Kijken wie hier de leiding heeft genomen, maar hij wordt wel waarschijnlijk wel teruggenomen door door dat zestal. Bij de nummer 41 zien we aan de leiding. Allegien aangenaam. Maar het peloton laat natuurlijk niet begaan. Wel een zeer hoge wegrijd natuurlijk, want ze komen in hoog tempo eraan gereden. Drie renners en dan nog eentje wat je gaat misschien aansluiting krijgen. Serieus snelheid. Die kleuren van Arendon. 65, 28. Aan de leiding dat Dennis van Gool voor David Stevelaars. Zullen we dan op één lange lijn gaan voorzien van de snelheid? Klein breukjes op de jongens. Hier hoog.
En we krijgen een klein protokken. 4x5 man. Dat is serieus, voorsprong. 65, 40, 28 en zo ver nog lang. Dat zijn we zeker niet gereden, maar... Vijf jongens, als die willen samenwerken. We willen natuurlijk niet te doen. Mooie groepen om de voorsprong uit te breiden. Zelfs kans te maken om de... Ah, ze zien nog vier in de zand komen. Kom op, Tim, kom op! 41-20, die hebben kans om net toe te rijden natuurlijk. Tim van Hevel. En Olivier Ongenaam. Voorzitter, er gaat dan niemand uit de band komen. En jongens, dit is het moment. Snel dit hoog. We hebben toch op één lijn. En hier zijn we dan weer aan de zevende ronde, half dit net. Klaar dat spel het al laat toch niet begaan. Dus de voorsprong blijft. Al de controle bewijzen dat tegen. We zien drie van de ploeg van Arendon die het peloton midden. Ja,
stevige snelheid, dus nog. Kijken of ze het voorsprong kunnen behouden hebben of uiteindelijk. Mooi groepje, als die samenwerking, dan denk je dat het peloton weg om hebben om de stuk te nemen. Zelfs een brug. Hier van voren. Heel de ploeg van de Arend om nog sleuren. Dit, kijk, de peloton breekt zelfs in twee deeltjes. Dus, groep vooraan, blijft dit uit. Maar jongens. Of we gaan naar een spurtje tussen de zeven, of er is nog iemand zo moedig om te ontsnappen. Laatste ronde. Plaats 8 is natuurlijk ook mooi om een strijd te leveren. Laatste ronde. Ronde wil ik natuurlijk alle liefhebbers van de wedstrijden, alle toeschouwers hier bedanken. We danken jullie om hier aanwezig te zijn. Zonder jullie kunnen we natuurlijk geen koersen inrichten. Ook niet zonder al onze sponsors die hier vermeld staan op de grote prijs Lauwers gewonnen heeft. Bij de gentlemen's. Waarschijnlijk wel een spurt tussen deze zeven koplopers. Oh ja, het is uit de bocht komt. Voor de bocht al begonnen. Maar er zijn nog sterkere, denk ik. Heel spannend, ja. Niet hinderen elkaar, ja. 26 voor 41, dus het nummer 26 voor 41.
Katja! We wachten natuurlijk op de officiële. Hier mag ik het staan. Aandacht van de winnaars voor de jongens. Ja. Dat is een 60 voor 45. Aandacht van ons. Voor de jongens. En ook voor de laatste groep in de aandacht. Ik ben de